Nadat we vorige week de stoomlocomotief hebben gevolgd op het prachtige traject van Bern naar Basel, gaan we vandaag mee in eigen land met de trein van het randstedelijke Duivendrecht naar het pittoreske Weesp. De lokale bevolking staat al uren te wachten op de trein die nog niet gearriveerd is. Dat geeft ons de tijd om even wat sfeerimpressies te maken van de rijke omgeving. Hier ziet u hoe natuur schitterend overgaat in kunst. Langs het gehele traject ziet men desolate omgevingen zover het oog reikt. Het percentage mensen dat depressief wordt in deze wijken kan oplopen tot zo'n 80-90%. De trein heeft dan ook regelmatig last van botsingen met de lokale bevolking. Omdat er nauwelijks toiletten beschikbaar zijn in de trein, heeft de treinmaatschappij voorzien in afgesloten toiletten. Dit toilet dateert al uit 1977 en is al reeds door honderdduizenden mensen gebruikt. Volgende week nemen we een kijkje bij een betontransport op de Betuwelijn.